Vandaag gaan we een nieuwe challenge starten, eigenlijk een nieuwe playlist voor het kanaal. Zeker, we hopen meerdere video's te kunnen maken van dit nieuwe project. Ja, eigenlijk wel. We hebben er al lang over nagedacht van hey, we willen eens een keer iets anders doen. Zat ik leuk om grote vis te kopen, maar zou het niet leuk zijn om zelf om kleine visjes, echt kleine, 6 centimeter, naar 80 centimeter te trekken. Veel over nagedacht, maar we hebben het een keer toch gedaan. Nu zijn 150 vissen naar Nederland gekomen, van 5 of 6 centimeter van Marussen, terwijl hier samen. We zijn binnengekomen net voor de kerst. Ja, vandaag is de eerste selectie. We gaan zien wat er tussen zit. Het is van de laatste kweek van Marussen zelf. Dus we waren echt daadwerkelijk zo klein. Er zal waarschijnlijk ook veel uitval zijn. In de zin van deformaties, kleine vinnetjes, schubjes die niet goed zijn. Maar ja, laten we zien. De bedoeling is dat we in ieder geval één vis over de 80 kunnen krijgen van deze bak. Ja, en dat willen we graag laten zien aan jullie. Doe wel lukken, denk ik. Toch? Ja, zal er wel. We zullen eerst even een beeld laten zien van toen ze binnenkwamen. Dan zie je ook dat ze allemaal dezelfde kleur waren. En eigenlijk allemaal dezelfde size wel. Maar je ziet er echt een enorm groot verschil. Het zijn niet helemaal charboys, dat hebben we al gezien. Ik denk dat er een paar krasjes tussen zitten. Een paar charutsuri's tussen zitten. Dus ja, laten we kijken. Ik ben erg benieuwd, ik heb ze nog helemaal niet gezien. Ja, alleen de doos op Schiphol. Maar, de doos op Schiphol, ja. Ja, precies. Ik heb wel filmpjes van jou gezien, maar ja, ze waren eigenlijk allemaal inderdaad gezegd dezelfde maat en dezelfde kleur. En ik zie nu al echt wel grote verschillen tussen de verschillende visjes. Dus ik ben erg benieuwd, we gaan eens even kijken. Ja. Zullen we ze eruit halen? We gaan ze eruit halen. Top. Hey, we zijn de bol aan het vullen, hè? We zijn de bol aan het vullen, waar we straks de visje kunnen opvangen. We zijn nog niet helemaal uit hoe we het gaan doen, geloof ik. Ja, je haalt hem gewoon. Waarom ben je net? Alles in één bak wordt een beetje te vol, dus we moeten eigenlijk ook eens twee of drie bakken waar we de visje in kunnen verzamelen en dan gaan we selecteren. Ja. De tategorie die gaan gelijk in de bak terug. En de andere visjes zullen wij in een van de andere bols bewaren. Stap voor stap, hè? Stap voor stap, alles op zijn tijd. Heeft het goed in de aarde? We zijn met een sleepnet door het bak heen gegaan. Marvin die. Oh, 3. Orlando pas snel. We zijn ze nu aan het tellen. We moeten er 153 zijn geloof ik, hè? Nee, minder. Minder dan 153. Dat gaat super. 2. 2 4 Voor de vrij aardig. We hebben nu 116 te pakken. Een stuk of 40 te gaan. De tweede sleep doen. Met sleep net. Nou, de visjes hebben we gevangen. We hebben er 140, 145 hebben we te pakken gekregen. Dus we hebben er nog een paar in de antennebak. Was die 8 kuub, hè, geloof ik? 8 kuub. Dus die hebben we voor deze selectieronde geluk. Die mogen blijven sowieso. We hebben hier een net in de vijver gemaakt. Hier gaan zeg maar de uitgeselecteerde visjes in. Dus de vissen die weggaan van deze locatie. Want we willen natuurlijk genoeg ruimte houden voor het doorgroeien van de vissen. Dus dan moet je zo min mogelijk visjes aanhouden. Daarom gaan we nu ook de selectie maken. De uitgeselecteerde visjes die gaan vannacht in het net. En vanaf morgen of van de week naar een andere locatie. Maar ja, goed, daar horen we later meer over.
daar komen we nog op terug. Nou, nu zijn we dus... dat voorbereiden eigenlijk voor de selectie. Wat zei je? We zijn al zo'n voorbereiden voor de selectie. Ja, ja, klopt. De andere die... even een brugje nog even doorheen brengen. Ja. Dat doen we goed. Ook belangrijk. Zeker, zeker. Zeker bij 24 graden. De vis zitten nu op 24 graden, toch, Alander? Ja. 24 graden, ze groeien echt als kool. Maar ja, goed, dat zullen jullie net gezien hebben in het openingshot. Hoe ze ontwikkeld zijn in de afgelopen maand. Want ze zijn hier slechts een maand. Dus vandaag de 28ste uit mijn hoofd, zeg. Of de 29ste? Nee, 28. En ook, daar gaat er een naast. Ik zie hem gaan. Hier tussen de emmer. Hebben we hem nog? Ja, dat hoort er ook bij, maar we hebben er niet voor komen. Maar toch piept er even tussen het netje door. Oh, nou, hier komt een grote bol. Maar ze zijn niet slechts een maand en ze zijn nu echt al 4,5 centimeter zeker al gegroeid. En dat is goed. Dat zien we graag, want ze moeten allemaal naar de 80. De rood toe 80. De rood toe 80. Ik hoor je dan praten met de trommel. Oké, daar is hij. Lekker bezig. Nou, de mannen gaan nog even voorbereiden. Dan loop ik even een rondje door het tuinhuis heen, naar de andere vijver. Kunnen we dat ook gelijk even showen. Jullie hebben wel gezien in een van onze andere filmpjes. Hier is de watertemperatuur een heel stuk lager. Namelijk 8 graden. Dus het zwemt al wel rustig rond. Nou, dit is dus de collectie van Orlando. Schitterend. De wanden worden ook steeds volwassener. Maar met de algjes erop en zo. Het is een binnenvijver. Kijk even rond op ons kanaal, dan zie je vast wel ergens een filmpje waar deze vijver nader belicht wordt. Maar nu zal ik alleen even een shot van de visjes doen. Kijk, zo moeten ze gaan worden. De Chagos is dan met een Gerin en van Marudo. Dus nou ja, niet helemaal hetzelfde, maar als ze allemaal deze maat kunnen krijgen, zo tegen de 90 of net over de 90, dan zou dat wel heel erg prettig zijn. Deze karasje is overigens wel van Maroussai. We hebben er een paar gespot die waarschijnlijk wel karasje zijn. Ik vind het best wel lastig te zien voor ons. We zijn niet echt doorgewinterde kenners daarin, maar. Er zitten waarschijnlijk wel een paar karasjes erin. Die is ook van Maroussai. Oh hier, dat is mijn Gerin. Wij wisselen af en toe nog eens vissen uit. Of er zijn wel eens vissen van hem bij mij of andersom. Met hoe het uitkomt. Dus we hebben nu twee visjes van mij hier. Dat is deze kleine Kwaku van Matsue. En die wegzwemt. En hier de Gerin Kwaku. Ook van Matsue. Afgelopen jaar gekocht. Zwem nog hier. We gaan het dit voorjaar allemaal weer uitwisselen. Want zwemmen van hem ook wat vissen van mij. Dus dat komt dan wel goed. Nou, gaan we eens even kijken of ze klaar zijn ondertussen. Ondertussen zijn we bezig met de selectie van de visjes. We hebben hier drie bakken staan. Dit is de bak waar alle visjes in de pan hebben. Dit is de bak die met de visjes blijven. Dit is de bak waar we de selectie in maken. Zoals ik al zei, de visjes die blijven gaan in deze bak. En de vissen die wegbogen, die gaan hierin. Selecteren op deformatie bij deze selectieronde. Deformatie,
zit er niet echt meer in hoor. Lopen zo ijs. De vissen zijn in Japan al een aantal keer geselecteerd. Het is echt gedefinieerd dan eruit. Dan gaat hier eentje uit. Je moet er even op letten. Dat is net een beetje dicht houden. Dus we selecteren op deformatie. En op huid. En op bouw. Je ziet in heel veel van de visjes. Zie je echt wel een beetje dat die marmoside bouw terug. Echt op dat lange gerekte, zo'n lange paling zeg maar. Die we het liefst zien. Eerst vier lengte pakken. En na een jaar of vier dan nog vier breedte in. Tja. Dat is heel moeilijk. De kwekers zijn niet van niks al 100 jaar mee bezig om dat een beetje onder de vingers, in de vingers te krijgen. Ja, de vingers onder de knie. De eruit gooien was. Nee, die eruit? Ja. Deze, waarom heb je die uitgeselecteerd? Die had een zwart schupje. Die had een zwart schupje. Ja, nou ja, we moeten heel kritisch gaan zijn, anders weten we ook niet meer hoeveel. Ja, dat kan ook gewoon een beschadigingetje zijn, wat dan zeg maar na een paar maanden over is. Maar je moet ergens op selecteren, dus alles wat enigszins risico is, dat selecteren we uit. En gaat naar een andere locatie. Ja, ik ga weer even helpen. Dan is straks erbij. Dit is Tatekooi. En hier hebben we er nog eentje. Dit is ook Tatekooi. We weten niet wat het gaat worden. Zie je ligt de Charbroek? Nee, dat is geen Charbroek, die kan niet. Zou het zomaar kunnen zijn? Zou kunnen, hè? Ik vind het wel goed. Ja. Houden. Kijken wat het wordt. Ja. Oké. Okay. Misschien zie je ze over een maandje terug. Marvin, kun je ze in de bak doen? Tatekooi. Zit er nog een in, hè? Ja. Nou, de visjes zijn weer lekker rond in de quarantainebak, goed uitgeselecteerd. Ging eigenlijk redelijk snel, moet ik zeggen, toch? Ja, maar viel het tegen. Eigenlijk best wel allemaal verrassend de kwaliteit. Het was, aan de ene kant vond ik het heel moeilijk om te selecteren, ook omdat je niet zo onwijs in bedreven bent. Maar aan de andere kant ook omdat de kwaliteit was redelijk gelijkwaardig. Er zaten, normaal gesproken heb je dat er wel wat, hoe noem je dat, ja, gompjes bij zitten zeg maar, met deformaties of echt een hele slechte body. Maar eigenlijk was dat hier al allemaal uit. Dus dat vond ik wel. Oh, daar ging de bol. Daar ging de bol. We gaan gewoon door met filmen, maakt niet uit. Wordt er altijd. Maar dat viel mij op eigenlijk. Wat je wel ziet, dat je, ze kwamen binnen allemaal dezelfde kleur. En nu zie je eigenlijk, ik denk een paar Sorokoois tussen zitten, een paar Chowboys. Of een paar Chowboys, maar ook een Karashiboys. Je ziet ook wel lengteverschillen, sommige met echt een super mooie netpatroon al. Ja. Het is wel echt. En wat mij ook opviel is dat we echt wel uit verschillende bloedlijnen visjes hebben gekregen. Want je ziet echt, sommige die hebben echt wel wat meer body, waar andere weer echt als een paling als het ware zijn. Het is echt heel verschillend qua bouw. Ik ben echt benieuwd wat dat de komende tijd gaat doen. Ja, wat nu ook de bedoeling is, zeg maar, dat hebben we net ook al verteld, we gaan een paar vissen gaan er her en der geplaatst worden. Dus we hebben geselecteerd op ons kunnen, die vissen blijven hier en de rest gaat naar die andere vijvers, andere opgroeibakken natuurlijk. En dan gaan we kijken van oké, hebben we nu ook echt de selectie goed gedaan? Hebben we iets over het hoofd gezien of hebben we misschien wel helemaal verkeerd gekeken? Algemeen bekend, de mannen zijn 9 van de 10 keer groter dan de vrouwen, zeker als ze tossai zijn. Maar is dat nu ook echt zo? Dat is wat mij benieuwen, ik weet het niet. Ik ook gaan erachter komen. Kijk, we gaan alle visjes die naar de andere locaties gaan, die gaan we blijven volgen. We gaan ze terugzien en misschien zijn we blij dat we ze weggedaan hebben, maar misschien balen we dat we ze bij de anderen zijn. Maar ja, goed, joh, het is iedereen gegund. En ik denk dat er
genoeg mooie voor ons overblijven, zeg maar. Want dat is wel een beetje de doelstelling, toch? Dat we één, of nou ja, de liefste twee als moeilijk weet ik niet. Maar één sowieso 80 plus, dat moet wel lukken. 85 plus, we gaan voor 85 plus. 85? 85 plus. In 4 jaar? 5 jaar, 85. We gaan ervoor. Dus het gaat van 5 à 6 centimeter naar 85 in 5 jaar? Ja, in Nederland. In onze eigen in Nederland, ja. Wel verwarmd, dus op zich ja. En genoeg ruimte. Maar ja, goed, we moeten het nog maar zien. Maar ik denk dat het wel moet gaan lukken met deze selectie. Ja, misschien is het ook wel even nog leuk om te vertellen hoe dat we ze nou voeren. Want ja, ze waren echt klein. Ik heb de eerste week met de hamer en tussen een advertentieblad korrels kapot staan klappen. Dat ging gewoon niet. 1 mm hadden we nog niet op dat moment. Nee. Dus we zijn nu bezig met 1 mm korrel. En we hebben ook nog anderhalf. Anderhalf. En dan ja, gaan we kijken. Volgens mij hebben we 3 volgens mij dan. Ja, dan daarna komt 3, maar ik denk dat we nog even met anderhalf zitten. Maar, ja, en dan daarna met 3 gaan voeren. Ja, en dan kijken we, doet ze groeien er goed op. Want ik denk dat ze nu de afgelopen maand, ik heb ze niet gezien, maar ik denk 4, 5 centimeter zeker wel gepakt hebben. Ja, daar hebben ze zeker wel gepakt. Want dus, ik denk, het is heel moeilijk om te zeggen hoe groot ze zijn. Want de ene zegt 10 centimeter, de andere zegt 14 centimeter. Ja, 14 redden ze niet. Ik denk dat ze 9, 10 uitschieten naar 11, 12. Ja, we moeten ze eigenlijk even de volgende keer moeten we eventjes gaan meten. Maar dat is een beetje lastig in de meetbak dan. Nou, die begint bij een beetje lastig. Ja. Aan de andere kant, morgen komen er natuurlijk weer 2 hobbyisten om die vissen mee te nemen die in het net zitten. Misschien kan ik er wel even eentje meten. Oh ja, dat is wel een goed idee. Misschien is dat wel leuk. Met de rolmaat of ja. Ja, hoe ga je het anders doen? Ja, nee, dat is helemaal goed. Okay. Wat gaan we doen? Wat is ons plan? Jij gaat dit filmpje bewerken? Ik ga dit filmpje. Dus die staat heel snel online. Fingers crossed. En dan gaan we dit project willen we eigenlijk geregeld langs laten komen. Kon je denk ik uiteraard ook tussendoor andere filmpjes. Afgelopen periode is het een beetje rustig geweest op het kanaal. Maar ja, we hadden het allemaal druk met banen en met verbouwingen thuis. En de hele rattenplan, noem maar op. Maar goed, ik denk dat we smaak weer te pakken hebben. En dat we weer geregeld gaan posten. Dit is een project wat lange tijd gaat lopen. Dus misschien zelfs meerdere jaren, dat hoop ik. Natuurlijk. Af en toe dan doen we gewoon weer eens een update. Ja, ik wil wel vragen aan jullie, wat willen jullie nou weten van dit project? He, wil je zeggen van dat we een dagboek bij over de temperaturen, over waterwaardes? Waar zitten jullie nou op te wachten? Want ja, ze zitten nu op 24 graden, maar vinden jullie dat interessant bijvoorbeeld om te weten wat wij nou doen met die temperatuur om die visjes groot te krijgen? Of zeggen jullie van ja, nee, lekker no nonsense, ik kan alleen maar vissen zien. Laat het even weten. Dan weten wij waar we onze tijd en energie in kunnen steken om jullie in ieder geval blij te maken. Ja, plaats het even in een comment onder het filmpje. Dan lezen wij het en dan reageren we erop en dan nemen we het de volgende keer mee. Ook als je suggesties hebt inderdaad. Suggesties? Of ideeën, allemaal goed. Dat hoeft niet zozeer voor dit verhaal te zijn, maar ook voor andere dingetjes. Joh, wij vinden alles leuk. Nou ja, wat Koen betreft vinden we bijna alles leuk. Dus we laten het graag zien. En aangezien we momenteel niet naar Japan kunnen, dan moeten we het hier maar een beetje doen. Maar goed, ja. Maar de faciliteit op zich ook, hè? Ja, daarom. Dus, die heb ik net al even laten zien trouwens. Oh, dit Want de Karashi Boy zijn ook van Alasai, hè? Ja, de Karashi Boy zijn van Alasai. Ja. En dan zit er nog één grote. Ja, ik heb er één Char Boy. Maar die is van Maruno. Die is van Maruno? Ja, dat heb ik ook laten zien inderdaad. En die hebben we ook gekocht op 52 centimeter. Ja, klopt. Die waren wat Sansai, hè? Die waren toen best wel klein gehouden. En, maar ja, goed, je ziet, als het erin zit, dan komt het er wel uit als het de goede omstandigheden heeft. Dat is ja. Nee, maar goed, maar dan voor dit filmpje gaan we ermee stoppen. We plaatsen gaan we een update. Ik denk dat de volgende keer dat we eens gaan selecteren, volgende maand, anderhalve maand. Zo. Ja, zeker. Even kijken, ligt er een beetje aan hoe ze groeien. En wat er bij jou thuis gaat gebeuren? Want als die kleiner er is, dan wordt er even niet geselecteerd. Klopt. Dan moet ik even tijd blijven. Maar goed, komt vast goed. Ik hoop dat jullie genoten hebben van dit filmpje. Zijn jullie nog geen lid van ons platform? Dat zijn ruim 70% van de mensen die onze filmpjes kijken, zijn nog geen abonnee van Koi Addicted. Word even abonnee, kost je niks extra's. Het is voor ons leuk en als jij het belletje aanklikt op de, in het beginscherm, zeg maar, dan krijg je iedere keer een melding als wij wat nieuws plaatsen. Weet je wat we dus doen? Nou? Als we nou onder de mensen die geabonneerd zijn,
En ik vind het leuk, duimpje waar aangeklikt. Gaan we gewoon een visfloten. Oh, dat is wel lachen. Die mag je zelf komen. Dan zijn ze denk ik tussen de 15 en de 18 centimeter of zo. Misschien zelfs wat groter. Misschien zelfs wat groter. Onder de nieuwe abonnees. Onder alle abonnees. Onder alle abonnees. Alle abonnees? Ah, je moet natuurlijk wel een beetje uit. Ja, maar dan komt er straks een of andere Aziat die zegt ik wil die vis hebben. Ja. Nee, dat denk ik niet. Maar het zal waarschijnlijk al Benelux zijn. Maar gewoon liken. En abonneren. En doe even een berichtje dan, want dat is voor ons makkelijker als jij abonnee bent en je plaatst een berichtje onder het bericht of onder het filmpje. Maar zullen we er één verloten of twee? Drie. Drie, oké. Okay. Gaan we er drie verloten? Dus wat moet je doen om die drie te winnen? Of toch één van de drie? Liken, abonneren en even een comment laten onder de video. En maak er een selectie uit. Maak er een selectie uit, maar je kunt zelf selectie hier doen natuurlijk. Want wij gaan je wel zelf uitzoeken. Ja, natuurlijk. Dat vind ik wel. Ja. Dat lijkt me een goed idee. Goed, zijn we van de weggeven vandaag, dat is helemaal niks voor ons. Dan ben je de zeeuw, hè? Ja, dan ben je de zeeuw inderdaad. Ja. Nou, wij gaan nog eventjes doorbomelen. We sluiten hem bij deze af. Ja. En tot de volgende, zou ik maar zeggen.